Hallo. Vanuit het hoofdkwartier van, moet jij weten, producties. Ja, gaan we een nieuwe fase in. 26 juli 2020, nieuwe cyclus is begonnen. Dus ik dacht, mooi moment voor mij om even de andere kant op te gaan. Mijn focus te weerleggen. De afgelopen tijd heb ik heel erg gemerkt dat het zeer wordt gewaardeerd als ik mijn waarheid spreek. Dat is mijn waarheid, dat is niet de waarheid. En ik krijg ook steeds meer vragen van jullie. Van, joh, Finn, hoe kijk jij je tegenaan? Wat vind je hiervan? Dit en dat, bla 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 bla. Dus ik denk, nou, weet je wat? Laat ik daarmee eens wat mee gaan doen. Dus dat ga ik doen. En dan is het aan jullie om met vragen te komen. Stuur je vragen naar jemoeder43@hotmail.com. Maar mijn verzoek is, hou ze specifiek. Weet je, je kan wel vragen aan me van, joh, Finn, wat vind jij van het leven? Maar daar kan ik alle kanten mee op. En de kans dat jij het antwoord dan krijgt wat je wil hebben is niet heel erg aannemelijk. Weet je, dus hou ze specifiek. Anders verzoek is, hou ze, hoort dus uit mijn mond komen, hou ze serieus. Ik krijg ook vragen van, joh, Finn, stop jij wel eens een banaan in je kut? Tuurlijk stop ik wel eens een banaan in mijn kut. Iedereen stopt een banaan in zijn kut. Maar mijn gevoel is dat we de komende tijd even wat constructiever bezig moeten gaan zijn met z'n allen. Dus dat is het idee. Weet je? Geen bullshit vragen, want daar ga ik niks mee doen. Stuur ze naar jemoeder43@hotmail.com. Dan ga ik eens even kijken wat we daarmee kunnen. En hoe we die dialoog op gang kunnen brengen. Zodat jullie er misschien iets mee kunnen. Tevens reist er dan natuurlijk bij jullie van, ja maar Finn, ga je de clown dan niet meer uithangen? Tuurlijk ga ik af en toe nog de clown uithangen. Maar mijn focus gaat de komende tijd even deze kant op. Misschien dat ik op de Finstagram dat ik de clown blijf doen en op YouTube dit ga doen. Weet je wel niet, ik kijk wel even. Maar mijn focus gaat even deze kant op. Oké? Okay? Ja, heb je hem? Nee, oké. Okay. Nee, ik dacht even dat je hem niet had. Dus mijn focus gaat deze kant op. Tevens ben ik bezig met het op poten zetten van het platform van... Moet jij weten? Producties? Wat dat gaat zijn en gaat inhouden, dat ga ik jullie nog allemaal vertellen. Maar daar heb ik nu even helemaal geen tijd meer voor, want ik ga lekker barbecuen. Ik hoop dat jullie het kunnen waarderen en zo niet. Moet jij weten.